Nou, ik dacht gewoon langzaam, want dan heb je meer tijd om echt... Als je dan heel veel extra tijd neemt, ik denk dat je echt gewoon de tijd kan nemen om je in te zetten. Ja. Dit was dit te volgen? Ik zal het wat meer aangeven misschien. Nee, dat komt erbij. Oh, oké. Okay. Nou, makkelijk voor jou dan, hè? Nou, allemaal mijn schuld. We zijn hier aan het repeteren voor een concert van morgen. Het is een charity concert voor Japan, voor de slachtoffers. En ja, heel graag dat jullie komen om 12:30. Het is niet alleen voor de mooie muziek, hè, maar ook voor het goede doel. Ja, absoluut. Ja, het is voor de slachtoffers in Japan. Dus, ja. Ik ga waarschijnlijk het concert openen met een aantal piano solostukken. Dat zijn bewerkingen van Japanse volksmelodieën. Dus we hebben echt klassiek daarna ook, kamermuziekensembles die bijvoorbeeld een Bach-concert ten gore brengen, Tchaikovsky, Shostakovich, Mozart, van alles een beetje. Maar ook traditionele Japanse muziek, ook samen met de violiste Suminohara. Dat is wel bijzonder, hè? Want die muziek hoor je niet zo vaak in Nederland. Nee, en met name ook dit stuk is eigenlijk gecomponeerd voor de Japanse koto, zo'n tokkelinstrument en een Japanse fluit. En het is een bewerking voor viool en piano. Dus ja, ik denk dat het in Nederland nog nooit ten gehoor is gebracht.